Ik ben hier met Doekarië. Doekarië is, als mensen niet weten, Doekarië is mijn partner in crime. En wij zijn hier ook aan het ATP Nationaal Heren. Doekarië, je bent voor het eerste keer dat het eerste editie van Holland Kizomba Awards. Hoe voel je om hierbij te zijn? Ja, ik voel heel lekker. Ik voel heel goed. En dat is nieuw dat je vanavond echt meemaken met deze bijzondere avond. En het is zo fijn om te zien dat het gaat om een Hollandse cultuur. Gelukkig te zien omdat als het om een Hollandse cultuur gaat, gaat het om alles aan Hollandse dat je in Nederland. Oké, okay, we zijn samen, we zijn allebei aan Hollandse. Als ik een persoonlijke vraag mag stellen, vind jij die organisatie echt oprecht? Oprecht een award voor de Angolese Kizomba? Ja. Ik vind, jawel. Omdat als je over Kizomba gaat, dan gaat het over Angolese. Gaat toch een rol. Dus ik vind wel de principes zijn wel goed. En ik verwacht dat het heel vaak gebeurt, zulke dingen. Oké. En als je organisator, je bent zelf organisator. En Angolese, hè? En je weet dat degene die deze organisatie, deze evenement organiseert, is geen Angolese. Hoe sta je ervoor? Ja. Hoe je aangesproken? Eigenlijk niet. Ik voel wel heel trots op. Omdat dat gaat over onze cultuur. Zoals ik en zoals Angolese. Dat vind ik wel erg leuk. Om te zien dat de andere mensen in mijn cultuur even verspreid. Oké, dus het is een bijdrage aan onze cultuur. Ja, en dat vind je een grote voordeel. Ja, precies. Oké, dames en heren. Ik ben hier Letras Muguma. Met Doekarië's. We zijn eigenlijk die uitvoerder van ATP Nationaal. En we zijn vanavond bij we zijn aan het genieten. Het is een hele grote ervaring. Mooie opstelling. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.